Breda Nu. Je weet het meteen. In Noord-Brabant is er begonnen met initiatieven voor waterstofvoertuigen. Wethouder Boas Adank en wethouder Paul de Beer namen een testritje in een van de nieuwe vuilniswagens in Breda. Nou, waterstof ligt ook bij de wethouder duurzaamheid Paul de Beer voor een groot deel. Maar wat we vandaag hebben getekend is dat we samen met de provincie de ambitie uitspreken om een waterstofstation te realiseren. 10 stadsbussen of 10 bussen waterstof te laten rijden vanaf 2020. En dat wij ons afvalsysteem ook op waterstof willen laten rijden. Op basis van die 10 bussen en de 10 vuilniswagens, dan heb je al een van de grootste waterstofstations van Europa te pakken. En nu gaan we de komende periode ook nog kijken of er misschien bijvoorbeeld transportbedrijven in Breda of rondom Breda geïnteresseerd zijn. En wie weet wordt het station dan nog iets groter. Maar zelfs bij die 20 is het al echt een van de grootste. De eerste waterstofstations, daar kon je bij wijze van spreken 1 auto per dag tanken. Maar ja, deze moet natuurlijk wel flink wat capaciteit hebben. Nou, wat collega De Beer ook al aangaf, hè, als we straks ook de logistieke sector mee kunnen bewegen om op waterstof te gaan rijden, dan zie je dat de verduurzaming in de mobiliteit, ja, is gewoon een van onze speerpunten voor de komende jaren. Daar kunnen we nog echt een hele hoop halen. Nou, we gaan nu inderdaad hard, hè, dat zie je, op het vlak van ons eigen wagenpark, maar ook oplaadpunten in de wijken. Snellaadstations staat hoog op het verlanglijstje om die snel te realiseren, zodat mensen in een paar minuten hun nieuwe elektrische auto gewoon kunnen opladen en hop de snelweg op naar werk toe. Groot wagenpark. Verduurzaming is toe aan een flinke schaalsprong, zoals we het noemen. Nu even doorpakken en zorgen dat de luchtkwaliteit beter wordt. En het gewoon goed is voor het milieu. Breda Nu. Je weet het meteen.